I'm Yaron Ginton from Ginton Naval Architects. We design hulls and boats, yachts and work boats from all different sizes. And we were assigned for the design of the 37 meter hull of Wim van der Valk. This boat is very special because the client wanted a very innovative solution for the stabilizers. And we looked at anti-roll system. The main difference is the mechanism of the stabilizers is on the outside of the hull. So we created two, we call it torpedoes, midship in the sides of the hull. And inside these torpedoes, anti-roll system fitted their electrical and hydraulical systems to operate the fins. By this, obviously, you win space in engine room because the system is outside the hull. Now, just to show you how the stabilizers work, when the boat is in the harbor, then they fall to the hull, and then it doesn't disturb with maneuvering, it doesn't touch the bottom, it doesn't touch the neighbor. When the boat go out to the open sea, the stabilizers open, and then you have a very high aspect ratio fins which do the stabilizing work. When the boat is for anchor, then the stabilizers work as zero speed stabilizers and it will do this movement. And because it is all new and nobody did it before, we made extensive CFD tests to see what is the working of those torpedoes on the hull. And for this particular ship, to my great surprise, those torpedoes slightly reduced the resistance. I didn't expect that. I expected a penalty and we didn't have it. Obviously, this was added to the list of advantages, and we are all waiting for the sea trial to see how it all will work. We zijn een multifunctioneel ingenieursbureau in het Brabantse. Onze naam zegt het zelf al. De bedrijven waar wij voor werken zijn de grote gerenommeerde bedrijven hier uit de regio Eindhoven. Dat is ASML, Philips uiteraard, die hun roots hier hebben in de omgeving. DAF, maar ook kleinere bedrijven of bedrijven die gewoon op zoek zijn naar een oplossing. Zo ook is Antirol bij ons terechtgekomen. Nou, we zijn vandaag bijeen om in ieder geval de eerste schetsen die door Arnold bedacht zijn op tafel te gaan leggen. Een geweldig idee, een nieuwe stabilizer. Bedacht voor de super- en mega-jachten. Nou, we zijn allebei ervaren in die wereld. En dit is echt revolutionair. Veel beter dan de conventionele systemen, zijn wij van overtuigd. Alleen nu is natuurlijk de vraag van, het is een idee en kan dat ook gerealiseerd worden? Ja, dit kunnen wij zeker. Voor alle mogelijkheden. We zullen eerst een conceptfase verder uitwerken om te kijken inderdaad of de krachten allemaal past, dus allemaal weg kunnen leiden naar de scheepsite. Oké, wat we hier nou zien is een volledige 3D weergave van jouw eerste concept. Dat hebben we uitgewerkt tot finale engineering. Met cilinders, service luiken, volledige vleugel. Gesegmenteerd opgebouwd om de curve van de boot te kunnen volgen. En de hele hoofdunit waar alle controlemechaniek in zit. Bij dat systeem is het mooie dat eigenlijk de vermogensafname uit het net beperkt wordt door de energie tussen de golven op te slaan in een vliegwielfunctie. Met synchronics en ook door middel van servomotoren. Dit systeem is groen en is groen doordat er significant minder energie verbruikt wordt als bij conventionele systemen. Ja, we zijn hier dus bij het Marin in Wageningen. Een van de meest gerenommeerde instituten in dit vlak in de wereld. En wij doen modelonderzoek en hydrodynamisch onderzoek voor
de scheepsbouw en de offshore industrie. Dit is voor het eerst dat we die testen, dus het is super spannend. We testen natuurlijk op schaalmodel, schaal 1 op 8 is dat. We testen eigenlijk twee soorten. Dit is de ene, dit is een standaard fin, gewone rek. Deze gebruiken we als referentie. De andere versie die we testen is deze. Dit is de echte anti-rolfin. Die is gebogen, zoals je kunt zien. Er worden hier sensoren in gemonteerd. Versnellingsopnemers, 4 stuks, met draden naar buiten. En deze vin die kan dan 2 bewegingen maken. We gaan testen dat die zo draait. We doen eigenlijk in basis 2 testen daarmee. De ene is op snelheid, dus we slepen met deze installatie de vin door het water. De andere test die we doen is de flappende beweging, dus dat is de pure anti-rolbeweging. En daarmee meten we de krachten die gaan optreden bij zero speed. I'm very happy to be the project manager of Antiroll because I believe in the project and I think it's a really good project and that they are going to make a big difference for yacht at both zero speed and forward speed. And I'm happy here to work with Arnold Van Aken from Antiroll on this project. This flapping fin is proved to be quite good in theory and we are now checking it with experimental tests and we will see if the experimental results are still as good as the theoretical ones. So far everything is going well and we are very happy to be part of this adventure, this company adventure. Over de jaren hebben we ons eigenlijk gespecialiseerd in een specifiek vakgebied. Dat is eigenlijk het maatwerk van in eerste instantie interieuren. En vervolgens ook dat eigenlijk pas sinds de laatste jaren ook volledig custom projecten. Dus ook de buitenkant aan te passen is door de klant. Het begon eigenlijk allemaal 46 jaar geleden. Het was meneer Van der Valk zelf, Wim Van der Valk. Samen met een broer die eigenlijk met reden als hobby eigenlijk een oude tuinderschuit opgekocht hebben. Een van onze meest recente producten is een 37 meter project. Het project is best bijzonder, is voor een klant. En wij hebben dat schip eigenlijk op verzoek van hem zowel exterieur vormgegeven als interieur vormgegeven. Met bekende architect Guido de Groot. Dat schip is eigenlijk begonnen in eerste instantie als een schip van 30 meter. En vervolgens steeds een klein stukje uitgebreid in het design naar wat het op dit moment is, 37 meter. Iets anders unieks aan het schip is overigens het anti-rol systeem. Een heel innovatief nieuw stabilisatiesysteem, waar wij overigens trots op zijn dat wij de eerste mogen zijn dat wij dat aan onze klanten hebben kunnen aanbieden. Wij van Wim van der Valk Yachten, wij zijn altijd bezig om iets nieuws te ontwikkelen. We doen ons best om ook innovatief, dus nieuw in de markt te zijn. Dus ook natuurlijk dit schip, de nieuwe Troller 37 meter. Met daarop, ook vanuit de klantenwens, zoveel mogelijk innovatieve en nieuwe technieken. Het mooie van Antiroll is dat ze natuurlijk niet alleen maar een mooi systeem verkopen. Vanaf de basis, het allereerste systeem wat wij nu gaan inbouwen, wordt het systeem getest. Het wordt niet alleen maar getest om te testen, dus dat het mooi is op papier. Nee, met deze resultaten passen we alles aan en zorgen we dat het op het schip straks het meest optimale gaat werken. Nou, welkom. Vandaag de bespreking voor de assemblage voor de anti-rol.
We zijn hier op ons proefstand waar we het antirolsysteem aan een uitvoerig testprogramma onderwerpen. We testen onder andere het gedrag van onze toerengeregelde pomp, de basisafstellingen voor de kinetische buffer en hoe alle signalen vanuit de wegopnemers terugkomen in ons systeem. De kinetische buffering in het systeem is gebruik maken van de dalen in de vermogensvraag van de antirolaandrijving. In deze dalen toeren we een derde elektromotor op tot 4.500 toeren. En die energie kunnen we er weer uithalen door die te remmen. De energie die er dan uitgaat, die blijft in ons systeem en wordt direct weer bij de pompgroepen opgebruikt. De kinetische buffer zorgt ervoor dat we de energie kunnen bufferen tussen de pieken in, waardoor de generator uiteindelijk een gelijkmatige belasting ziet. Dat betekent dus dat we met deze kinetische buffering kunnen volstaan met een kleinere dieselmotor. Door de combinatie met de toerengeregelde pomp en de kinetische buffer is het systeem stiller, energie-efficiënter en mag het zichzelf daarom met recht een groen systeem noemen. Tijdens deze testen leren we ook alle mechanische eigenschappen van de antirol kennen die we vervolgens in onze regeling kunnen compenseren. Elk ontwikkelingsproject is natuurlijk spannend, maar de testresultaten die we hier zien komen perfect overeen met de computersimulaties van onze engineers. Met deze testen kunnen we een heleboel technische onzekerheden wegnemen en winnen we uiteindelijk tijd bij de inbedrijfname in het veld. Thank you.
de winkel van in Nederland Jaguar Land Rover 1 ter wereld. En wij hebben echt een heel mooie nieuwe stabilizer ontwikkeld, innovatief. En dat willen we samen met de Nederlandse Jaguar als eerste hier opzetten en de hele wereld verkopen. Super gaaf dat je hier weer een keer een blijk van waardering krijgt. MKB, marine en klein, of midden- en kleinbedrijf. En super waardering. Ja, echt keigoed. Het is echt meer een kroon op ons werk, zeg maar. We hebben natuurlijk keihard voor gewerkt. En dieptepunten in het water, maar ook zakelijk. Ook hoogtepunten gelukkig, nu weer eentje. Dus. En de inspirator was natuurlijk de walvis, maar Arnold was zo slim om het te patenteren. Hè? Ja, maar ook een geweldig team, gewoon ook hoe we hier weer staan, echt als een team. Arnold doet de techniek en het brein en ik moet het aan elkaar praten, ik moet het verkopen, ik moet het in de markt zetten. En het vult elkaar allemaal super aan. En samenwerken is bij ons echt hoog in het vaandel, niet alleen maar met elkaar. Maar ook met alle bedrijven en in Nederland waar we mee samenwerken. Grote bedrijven, zoals een Bosch Rexroth, zoals een Brabant Engineering, zoals een Marin, een TNO, een TU Delft, noem allemaal op. En dat vinden wij gaaf, om met elkaar iets te doen, zeg maar. Ja, je kunt niks alleen, dus dat is ook super gaaf. En dat is denk ik ook wel waar MKB voor staat. En wij zijn de motor, zeggen ze altijd, van de Nederlandse economie. Dan willen wij marktleider zijn op het gebied van stabilisatiesystemen over heel de wereld. En dat hoeft niet zozeer te zijn in aantallen, in geld, maar gewoon innovatie, de beste zijn. En dan vind ik, kun je jezelf marktleider noemen.